De hele avond leuke dingen doen met je vriendinnen en lekker voetballen. En dan om 12 uur op groot scherm met z'n allen de Oranjeleeuwinnen aanmoedigen. En als kerst op de taart, slapen in het stadion van Sparta Rotterdam. Wat gaan we eraan doen dat de Oranjeleeuwinnen straks een steun voelen in Canada en dat ze gaan winnen? Allemaal kijken en gillen en gewoon wakker blijven. Laat eens even met z'n allen horen hoe hard we kunnen gillen voor de meiden in Canada. 3, 2, 1. Daar zal het niet aan liggen, deze meiden. Jullie grote voorbeeld van Miedema. Miedema? Ja, sowieso. Waarom vind je Miedema zo goed? Speelt gewoon heel goed. Ik vind gewoon dat ze lekker overzicht heeft, lekker tikt. Het is gewoon heel mooi. Heel zuur. Als het nou een mooie goal in de hoek was of zo hoog, dan was het nog leuk. Maar het was echt een stom goal, dus ja. Dus dat maakt het extra zuur. China zat er gewoon beter in en dat zag je gewoon in het spel. Dit maakt niet de hele dag meteen negatief en tot één grote nachtmerrie. Absoluut niet. En nee. Het is jammer dat ze hebben verloren, maar ja. Dus we hebben er enorm van genoten en we hebben nog een nacht en een morgenochtend nog te gaan. Het is de leukste dag die ik ooit in mijn leven heb beleefd. Wow.